Ja, en jij? Welke geeft die steekkracht aan de kerkmeester? Ja, jij hebt natuurlijk zelf ook een goede tijd gespeeld. Maar dat is echt lang geleden. Ja. Hoe lang geleden? 30 jaar geleden. Dus je zat in echt het eerste seizoen? In het allereerste seizoen. En toen was ook de opdracht, omdat we allemaal, of in ieder geval ik, dat gold in ieder geval voor mij, dat ik niet zo'n ervaren acteur was. Ja. Dus de opdracht was ook, blijf dicht bij jezelf. Want dan is er nog enigszins kans dat het ergens op lijkt. Welke GTSD karakter lijkt het meest op mij? Nou, toen in ieder geval was dat Mickey, de rol die ik speelde. Ja. Ja, inmiddels weet ik dat niet. Ik denk dat er inmiddels wel iets veranderd is. Is Janine nog steeds journalist of niet? Weet je dat? Weet je ook niet, hè? Wauw. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik me heb afgevraagd wat zij eigenlijk voor een beroep heeft. Nou, ik heb 30 jaar geleden heb ik veel reportages gemaakt als Mickey samen met Janine. Wij werkten samen op de krant. En misschien werkt zij daar nog steeds, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik zou maar zeggen, het nieuwsgierige van een journalist en verhalen willen uitzoeken, daar kan ik me wel in herkennen. Dus nou, laten we even ervan uitgaan dat Janine nog journalist is. Dan lijk ik het meest op Janine. Mooi. GTSD, de podcast.